Welke boeken zal ik gaan halen? Oh, de boeken over Matties en BFF's. Ja, dat zijn echt leuke boeken. Weet je nog het ene boek over die boomhut? De waanzinnige boomhut. Ja, dat was echt leuk. Die is echt heel leuk. Oh, toen gingen we die karakters natekenen toen we heel klein waren. Ja. Maar ik moest eigenlijk alleen het boek inleveren, dus ik moet vergaan. Oké. Doei. Heb je al die nieuwe trailer gezien? Gladiator? Ja, best wel spannend. En de grijze jager? Ja, het is een gek idee dat er zomaar pijl door je kop kan vliegen. Ja, eigenlijk wel, hè? Het wordt donker. Ik ga naar huis. Donker! Weet je, als je erover nadenkt, hebben best veel mensen wel echt heel veel fantasie. Ja, jij kwam met levende paprika's. Jij kwam met een regenboogwereld. Dat is waar. Eigenlijk zitten er in alle boeken fantasie. Ja, want je kan je eigen wereld verzinnen. En als je personage, en er worden ook wel personages uitgebeeld, zeg maar, dan kan je het zelf in je hoofd uitbeelden. Ja, maar is fantasie echt jouw ding en hou jij van fantasie? Dan zijn fantasieboeken echt jouw ding. En ook voor ons. Als je veel boeken leest, dan vergroot je je woordenschat. Maar als de boeken ook nog eens informatief en leuk zijn, dan onthoud je de informatie beter. Wij op school hebben allemaal informatieboekjes staan. Dan word je veel slimmer. Wij lezen op school een half uur per dag. Dat betekent dus een half uur lang informatie inbrengen. Wil je meer weten? Nou, lees dan informatieboeken. Wij vinden lolboeken het leukst omdat het heel geinig kan zijn, heel dom. Mensen kunnen heel sarcastisch praten en mensen zijn gewoon heel raar. En zoals een beetje dit. Auw! Met de huilen, met de huis vallen.